Verwijder de basis van de ajuin, want die is hard en bitter. Plaats je vingers stevig op de ajuin. De kneukels iets wat naar voren, de vingertoppen naar achter. Je snijdt snel en met de begeleidende hand ga je traag achteruit. Zo snijd je hele dunne plakjes. De punt van je mes blijft op de plank. Het lemmet wrijft tegen de vingers. Voilà, de ajuin is geëmenceerd. Hij zal gebruikt worden in een aantal recepten. Bijvoorbeeld alles dat gesauteerd wordt, in uienkompot en zo verder.